Een vijfde gronduitgifte in Ikeri is afgelopen zaterdag beklonken met de uitreiking van grondbeschikkingen aan 320 gelukkigen. Hiervoor is een presidentiële delegatie afgereisd naar het reisdistrict. Districtscommissaris Rita Gobberden van Ikeri is blij dat de regering mensen tegemoet komt. Ze is zich ervan bewust dat velen heel lang op dit moment hebben gewacht. Gobberden weet ook dat nog meer mensen nog steeds wachten op een grondbeschikking. Op die mensen deed ze een beroep om de hoop niet te verliezen. U heeft lang moeten wachten hier, maar we weten allemaal hoe het gegaan is met grondzaken. Mensen die jaren wachten en blijven wachten en nooit zijn geholpen. Waarbij stukken zijn verdwenen, waarbij stukken vervallen zijn geraakt. Dus er is heel veel werk te verrichten. Maar u ziet dat de regering niet zit. U weet dat er hard gewerkt wordt. En u weet ook dat er misschien straks mensen gaan zijn die gaan zeggen, maar waar is de mijne? Waarom moet u nog zo lang wachten? Maar dan vragen wij nog een klein beetje geduld. Want de regering is hard bezig om vooral de mensen die al heel lang wachten te helpen. Minister Dinota vorige week van Grondbeleid en Bosbeheer zegt dat het ministerie hard werkt om de aanvragen van burgers te verwerken. Echter is het opmerkelijk dat de aanvragen niet met alle stukken worden ingediend. Forsberg pleit daarom voor de opzet van een voorlichtingsprogramma om de samenleving bewust en bekend te maken met de aanvraagprocedure voor een perceel en wat nodig is voor overdracht van een grondhuurperceel. Het ministerie werkt er hard aan om een afdeling van Emiglis in Ikeri te vestigen. En mevrouw Harrier, u heeft net gevraagd dat Glis terug moet komen naar Ikeri. Ik wil u nu aangeven dat we drukdoende daar bezig zijn dat Glis permanent in Ikeri zal komen. De medewerkers van Dependance Ikeri zijn er drie voorgedragen die voor 2 maanden naar Paramaribo zullen gaan om de training te volgen. En daarna gaan we ook heel gezellig een opening, officiële opening van Glis hier hebben, waardoor de mensen niet meer hoeven af te reizen naar Paramaribo voor een hypo of een notaris moeten betalen. Ik heb gehoord soms tussen de 500 en 1000 SRD voor een hypothecaire uittreksel, wat maar 30 SRD kost. Dus de regering komt u toch ook met deze. President Chandrika Prasad Santokhi zei dat in alle districten grondpapieren worden uitgereikt. Volgende maand zal dat gebeuren in Wanica en dan in Komowena. De regering zou een schema hebben voor het uitreiken van grondpapieren. Santokhi verzekerde dat alle grondaanvragen, zelfs van 30 jaar geleden, getekend zullen worden. Hij streeft ernaar om alle problemen op dit gebied op te lossen. Ook die ingewikkelde. Alleen moeten jullie ook een beetje ons helpen. Dat we alle informatie krijgen. En dat we jullie problemen allemaal kunnen oplossen. Maar Ikeri is voor ons bijzonder belangrijk. Waarom? Omdat die olie-gasontwikkeling vlak hier is. En met die olie- en gasontwikkeling, ja, gaat Ikeri zelf de eerste stad kunnen worden van heel Suriname. Waarom? Omdat heel wat investeerders hier gaan willen investeren. Daarom die brug over Kwalantijn-rivier. De president maakte bekend dat de regering sinds haar aantreden al 13.000 grondbeschikkingen heeft overhandigd aan burgers.